start de dag rond de piano. Patrice. Patrice, is het? Patrice. Patrice. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 39. 39. Ja, mijn moeder is... Eén voor één zetten de kandidaten hun beste beentje voor. And when the road gets down. Oh, dat is een heel, heel tof gegeven natuurlijk. Het is ook waanzinnig hè, wat die doen, hè. Met getraind, dat gitarken erbij. Dat creëren, hè. Dus, vind ik geweldig. Have a little faith in me. Krachtig van een forse stem, hè? Ik sta wel in het onderwijs, in ik geef les in een sporthal, dus ik moet wel volume hebben. Love your personality, but I don't wanna love on show. Just the other night, while you were sleeping, I've been crying such a long time. You're everything I naar u zou ik zo wel kunnen luisteren, zo in mijn zetel. Zo lief. Maar ik kom naar u, ik kreeg al bij u kijken, al kiekebies. Ik dacht, u zag hem dat ik nu moet gaan, anders ga ik er straks zitten met een snotterende neus. You are so beautiful. Please give me something, someday I might know. De laatste 12 kandidaten hebben allemaal gezongen. Chris en Vincent hebben de moeilijke taak om er hieruit 6 te selecteren. 1 op 2 vliegt uit de wedstrijd. Ik voel dat het wel belangrijker wordt nu naarmate dat de wedstrijd vordert. Want die 6 dan nu verder gaan, wat gaan die nog allemaal mogen doen? En je wilt dat eigenlijk ook allemaal meemaken. Dus je wilt daar wel bij zijn, ja. Zijn we zeker? Chris en Vincent hebben hun besluit genomen. Dag Andy. We hebben veel gepraat over jou in de deliberatie. Je stem klinkt zeer uitstekend, vinden wij, ook als ze versterkt wordt. Maar we denken dat het beter kan. En we gaan het uitzoeken samen in de volgende ronde, proficiat. Oké, ik ben aan hartstilstand. Gelukkig niet. Patricia, Vincent en ik hebben niet goed begrepen waarom jij vaak zegt oei, dat was niet goed of oei, dit is niet goed. Om de eenvoudige reden dat wij het vaak wel heel goed vonden. Ja, wel, ik wil dat echt wel heel hard aan werken en dat veranderen. Ik ben er zeker van dat ik dat zal kunnen ook. Wij hebben besloten om jou niet mee te nemen. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all life is right? Life. Dat is eigenlijk, hè? Als je zo tegen mensen moet zeggen, dan stap het maar af. Allee, ja. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Jij gaat mee naar de laatste 6. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you. Vies dat je bent bij de laatste 6. Jou gaan we meenemen. Want wij zijn nogal enthousiast. We gaan jij dus niet meenemen naar de volgende ronde. Is goed. Dan ga ik naar de zee. Is dat gewoon dichter? De zee?
Doei, jongen. Doei, jongen. Doei, jongen. Proficie, ja, onze leraars, hè? Ja. Zijn er al vier? De laatste zes, man. Nog twee. Wie zal de twee laatste zijn? Eline, je hebt Vincent en mezelf vandaag een paar keer aangenaam verrast. Steam, daarnet tijdens de studioproef heb jij het moment gegrepen. Chris, als je zacht zong, was het zelf zo goed als een kippenvelmoment voor ons. We hebben een zeer moeilijke beslissing moeten nemen, want we kunnen maar zes mensen meenemen. Chris. We gaan jou niet meenemen. Dat is ongelooflijk. Act. Ben je act? Ja, je bent act. Je bent act. Je bent act. Is het een echte camera? Oh ja, dus... Zullen we even aan de camera voelen of het echt is? Hallo. Oh ja, het is echt. Hallo. Echt. Oh ja, het is echt. Ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Zo. Dag kerel. Proficiat. Dag. Goed jong. Goed hè. Wat gingen we doen? Wat gingen we doen? Jij ging in de vijver springen. Niet gewoon gaan. Maar ik vind het nodig. Je moet woord houden, mannen. Maar ik geef ook wel één ding mee, hè, mannen. Ik sluit geen weddingschappen in je af. En zo zijn de laatste zes kandidaten van de categorie 25+ gekend.